Hoewel het zonnetje vanmorgen lekker schijnt, zijn de bezoekers in het harde al helemaal in Sinterklaasstemming. De zomer is net begonnen en je wordt hier gesminkt als Piet. Ja, maar we leven het hele jaar voor Sinterklaas natuurlijk. Het hele jaar zijn we ermee bezig. Het is nu wat vroeg, zou je denken, maar iedereen treft vandaag zijn voorbereiding. Het is een beetje het start van het Sinterklaasseizoen voor de serieuze hulp Sinterklaas. En die serieuze hulpzint kan hier alles kopen wat hij nodig heeft. Van een professionele baard tot een prachtige mijter. Zelfs het boek van Sinterklaas is er in vele soorten en maten. Er zijn professionele staffen gekomen, de haarwerken worden heel professioneel, kostuums worden professioneel. En het enige wat er nog aan de uitmonstering ontbrak was een echt boek. Is het niet een beetje verouderd? Moet Sint niet aan de iPad? Dat moet u mezelf vragen. Dat moest ik dan maar eens doen. Maar aan wie eigenlijk? Want op dit symposium zijn er nogal veel mannen die door kunnen gaan voor Sinterklaas. U speelt natuurlijk ieder jaar voor Sinterklaas. Dat doe ik incidenteel. Maar u bent toch gewoon Sinterklaas? De baard heeft u al. Ja. En dat is al meer dan de meeste mannen hier kunnen zeggen. Die moeten flink wat geld neerleggen voor het kapsel van de Goedheiligman. Maar wie denkt dat het alleen om de centen gaat, heeft het mis. Organisator Sander Klucht is een man met een missie. Ik denk dat het eigenlijk komt dat ik heel vroeg van mijn geloof af ben gevallen. Eigenlijk omdat het slecht verzorgd was in de woonplaats waar ik woonde. En dat ik dacht van nou, dat moet anderen niet overkomen. Laat kinderen maar zo lang mogelijk in dat mooie sprookje geloven. En zolang er 's morgens nog iets in de schoen ligt, zal dat best lukken.